Hallo! In deze video van vlogboek vind je de volgende boeken: Jamal Ouariachi met Vertedering, Ferdinand Bordewijk met Bind en Joost de Vries met Clausewitz. Jamal Ua're reactie had ik nog nooit van gehoord voordat ik Vertedering las. En met zijn biografie op de website kreeg ik een beetje de kriebels. Hij werd verwijderd van zijn middelbare school en is daar blijkbaar zo trots op dat hij het in zijn bio heeft gezet. En daarmee wordt de schrijver een beetje een Arnold Grumberg kloon die ook zijn school niet had afgemaakt. Maar goed, een boek staat in principe los van de schrijver. En laat je overigens niet afleiden door de titel, want dit boek heeft niet de intentie om jou te verdederen. In dit boek maken we kennis met een naamloos hoofdpersonage die we kunnen typeren als een echte mislukkeling. Hij heeft zijn studie niet afgemaakt. Zijn café is failliet gegaan en zijn vriendin is bij hem weg. En hij heeft een heel suf baantje bij een uitscheverij. Genoeg voer voor een goede roman. De verhaallijn wordt in gang gezet wanneer hij een doos kittens vindt en er eentje mee naar huis neemt. Ah. Zijn leven lijkt vervolgens weer op de rails te komen en hij ontmoet ook een meisje. Maar deze jongen is nogal narcistisch en heeft last van woedeaanvallen. En dat maakt het knap lastig om een relatie vol te houden. Het boek bestaat uit drie delen en pas in het laatste deel vond ik het echt interessant worden. Het verteltempo gaat omhoog, de situatie wordt absurde en de boel escaleert. Vertedering is een heerlijke liefdesroman met een zwart randje die eindigt met een fascinerend psychologisch experiment. Lees het tot je misselijk wordt. Deze prachtig pijnlijke tocht van een ondergrondelijk rupsje nooit genoeg. Het leuke van Vertedering zijn de verschillende frisse motieven ze wordt het leven regelmatig met de film vergeleken en vernoemt hij zijn kat bijvoorbeeld naar de acteur Steve Buscemi. on guys, nobody wants this. We're supposed to be fucking professionals. Aangezien het hoofdpersonage een wannabe filosoof is, wordt je als lezer getrakteerd op filosofische en psychologische uitstapjes. Daarmee is het boek ook nog eens informatief. Een verfrissend en makkelijk te lezen boek met een hoofdpersoon die nooit echt sympathiek wordt. Mm. Het boek Bint behoort tot de historische boeken van de Nederlandse kanon. Verder dan Bordewijk is een schrijver wie je toch echt minstens één boek moet proberen te lezen. Bint dat verscheen in de jaren 30 van de vorige eeuw, is daarvoor een geschikt boek. Het is dun en heeft een perfect verhaal. Met perfect bedoel ik niet dat het het meest geniale verhaal is, maar dat wat mij betreft het een verhaal is dat helemaal af is. In het kort gaat het over docent Debre die komt werken op een school waar directeur Bint eist dat er tucht en orde heerst. Een volledige dictatuur. In dit verhaal met een gemiddeld leesniveau is de mooiste vondst van Bordewijk misschien wel de beschrijving van de klassen, met name als de hel, de grauwe, de bruine en de bloemen. De klas de hel doet zijn naam era, maar vanaf de eerste minuut is het oorlog tussen de brei en de klas. De stijl van Bordenwijk wordt wel de nieuwe zakelijkheid genoemd. Een stijl waarin alles cool, zakelijk en met korte zinnen wordt beschreven. Toch valt Bordenwijk wel eens uit de toon en dan komt er een dichterlijke schrijver naar boven. Het beste voorbeeld hiervan zijn de poëtische namen van de leerlingen. Wimpiesinger, Kiekertak, Klotterboken, Bolmikolke, Puntseli, Schattenkeinder, Nitikson en Peert zijn enkele van die namen. Misschien heb je je al gerealiseerd dat de combinatie van een dictatuur en de jaren 30 wel erg doet denken aan het fascisme uit die tijd. Dat heb jij heel goed bedacht, want dat is natuurlijk niet toevallig. Het boek kun je zien als een experiment. Wat is zo'n dictatoriaal bewind nu juist wel of niet bevoorlijk voor de leerlingen? Jozef Vries schrijft voor het opinieblad De Groene Amsterdammer en heeft inmiddels twee literaire werken op zijn naam staan. In dat blad schrijft hij naast journalistieke stukken ook columns en recensies. Een recensent die boeken beoordeelt en dan zelf ook boeken gaat schrijven. dat zou wel eens problemen op kunnen leveren. Laat ik beginnen met het leesniveau van Klaus Wietz, want dat is niet makkelijk of gemiddeld, maar echt lastig. De Vries heeft een ware postmoderne roman afgeleverd. En als je één ding moet weten van wat een postmoderne roman is, is dat je daar als lezer behoorlijk van in de war kan raken. Sterker nog, je raakt geheid de draad kwijt. Dus schrik niet als er iets onverwachts gebeurt. Pisa. What the fuck? What's it? <laughs> Do what? Het begint als een normaal boek over een student Tim Monderman die onderzoek doet naar een verdwenen schrijver Lefebvre. Maar het duurt niet lang of er komen allemaal bijzaken tevoorschijn. Zo krijg je ook flarde tekst, boeken en brieven van die verdwenen schrijver te lezen. Langzaamaan verlies je als lezer de samenhang van het verhaal, terwijl je ook nog eens allemaal feitjes en verwijzingen om je oren krijgt waarvan je de helft niet eens in de gaten hebt. Dat spelen met allemaal verwijzingen naar boeken en personen noemen we intertextualiteit. Zo komen we Bint ook weer tegen in dit boek, want dat is de broer van het hoofdpersonage. Er zitten bijzonder veel goede ideeën in Clausewitz menige goede zin ook sterke scènes het geheel is iets minder dan de som van die delen wat Klaus Wies tot zo'n knap boek maakt, is dat de auteur voor zijn onderzoek naar Le Vervre citaten gebruikt uit diens romans en briefwisselingen die fantastisch goed geschreven zijn. Leuk is dat het een echt modern boek is, waarin bijvoorbeeld het tv-programma Wie is de Mol langskomt en er wordt gerefereerd aan populaire vampierboeken. Er valt ook zelfs wat te grinniken als wordt beschreven welke boeken die verdwenen schrijver allemaal geschreven heeft. Joost de Vries blinkt uit in het noemen van nutteloze zaken die verder niet nodig zijn voor het verhaal. Hij zou een goede leugenaar zijn, maar af en toe laat hij je als lezer bij heel erg bungelen.